Het testen van de windmolens in windmolenpark Nijmegen-Betuwe is begonnen. In deze fase worden de veiligheidsprotocollen doorlopen door allerlei testen uit te voeren. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld dat wordt aangetoond dat de molens op vol vermogen kunnen draaien. In deze proefperiode gaat het windpark al geld opleveren. Als het proefdraaien succesvol is afgerond, dan draagt de producent van de molens het windpark over aan het windpark. Deze overdracht wordt gevierd met een feestelijke opening van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 december. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.